Ja, ik was knock-out slager door mijn laatste tegenstander. En dan moet je van Glory een herscan doen. Die herscan heb ik gedaan. De dokter zegt ik heb goed en slecht nieuws. Door de klappen is gelukkig de laatste 10 jaar de hersencapaciteit niet achteruit gegaan. Het slechte nieuws was nieuws dat hij aan niemand wilde vertellen. En dat was dat er een gezwel was geconstateerd op de achterkant van de linker hersenhelft. En wat betekent dat voor jou? Ja, ik denk einde carrière. Voorlopig sowieso. En waarschijnlijk, ja, misschien voor altijd. Dat is even schrikken, denk ik. Ja, maar vooral voor mijn ouders. Ik ben er zelf wel redelijk nuchter onder. Maar voor mijn ouders is het wel heel erg.